Goedenavond. Ik dacht, ik lood even een filmpje op. We zijn nu weer alweer een paar maandjes verder. Tenminste, ik ben een paar maandjes verder zodat ik de tocht ben begonnen. En ik had met mezelf afgesproken dat ik het zou filmen. Het proces. Trainen vooraf, maar ook de tocht als ik straks onderweg ben voor I'm Alive. Om jullie betrokken te houden, om inzicht te geven van de tocht en om jullie te laten zien waar ik het allemaal voor doe. Nou heb ik gelukkig niet soms gelukkig niet mijn trainingen helemaal als precies gefilmd. Want ik ben inmiddels natuurlijk alweer een paar keer gevallen. Maar dat is eigenlijk allemaal op één hand te tellen. Dus het valt wel reuze mee. Even een korte update. Op dit moment heb ik meer dan 300 likes op Facebook. En dat vind ik super tof. Ik wil jullie allemaal bedanken. Want als je die 300 mensen in de kamer zet, is het natuurlijk een groot feest. Maar we hebben meer likes nodig. Dus blijf delen, blijf het mond tot mond verspreiden. Mond tot mond is het eigenlijk. En vertel mensen dat ik met deze tocht bezig ben. Hè? Mijn doel is om 500.000 euro, dat is een 500.000, op te halen voor Kika. Ik geloof er stellig in dat we dat met z'n allen kunnen doen. Doen we samen. Ik ben de mafkees die je tocht maakt en jullie steunen me. Momenteel is het zo dat we kijken naar hoeveel kilometer ik heb gescheten op basis daarvan achteraf, dus in augustus straks. Het geld te storten naar Kika. Maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die gewoon niet weten hoeveel geld ze in augustus hebben vanwege de festivaletjes. Terecht, ga daar lekker naartoe en geef geld uit en geniet. Wees alive. Kijk af en toe natuurlijk ook nog even op mijn website. En omdat ik me dat kan voorstellen, ben ik nu bezig met een stichting opzetten voor I'm Alive. Zodat we dat op een makkelijke manier kunnen doen. Als ik dit namelijk niet als stichting doen, zou ik belasting moeten betalen over jullie sponsorgelden. En daar heb ik geen zin in, want ik wil dat al het geld gewoon naar Kika gaat. Weet je, ik ga skaten en het geld gaat naar Kika. Dus daar zijn we nu mee bezig. Ik heb net een hele lekkere training achter de rug gehad. Ik heb anderhalve week geleden geskate met Erik Tangen. En Erik Tangen heeft zelf in 24 uur tijd 524 kilometer geskate. Dus dat is eigenlijk de helft van wat ik ga doen, maar dan in een dagtijd. Dat is gewoon ziek veel. Het is ook tevens de man die achter de Friday Night Skate in Amsterdam zit, waarbij gewoon echt super veel mensen, duizenden mensen, lekker gaan skaten. Dus daar heb ik onder andere mee getraind. En die heeft me heel veel dingen geleerd. Waaronder remmen, wat op zich best wel handig is als je een hoge snelheid skate. Want ik ga nu al, als ik rustig ga, ga ik zo'n 18, 20 kilometer per uur. En het is straks toch wel echt de bedoeling dat ik als een Manian Devil 30 kilometer per uur ga. Dat is op dit moment de update. Ik ga jullie nog meer op de hoogte houden. Ik ga meer filmpjes maken van mijn trainingen. Blijf in ieder geval steunen. Blijf in ieder geval kijken. www.imalive.nl. En dan zie ik jullie de volgende keer in een filmpje. Yeah!